De enige mogelijkheid van dat het niet zo is, is dat, dat er misschien iets fout is gegaan in het kinderthuis. In het tehuis, hè? Ja. Want het tehuis heeft jullie uiteindelijk gebracht naar de plek waar zij gelegd is. En dat was dat woonhuis dus. Ja. Ja. Dan denk je dat het tijd is om de envelop erbij te gaan pakken. En jullie niet langer in spanning houden. Hè? Huh? Ja? Ja. We hebben dus het DNA van Sydney vergeleken met het DNA van haar mogelijke Chinese moeder. Als de uitslag positief is, dan heeft Sydney tijdens haar roetsreis, zonder dat ze het wist, haar biologische familie ontmoet. Als de test negatief is, dan zijn er destijds in China blijkbaar onverklaarbare dingen gebeurd. Uit de test met je mogelijke biologische moeder is gebleken dat er geen verwantschap is tussen jullie. Oh, oké. Okay. Oh. Hoe kan dat nou?